Stel voor de eerste twee stroken 7 vakjes uit en knip je vervolgens ronde hoekjes aan, zodat de tape uiteindelijk beter blijft zitten. De volgende stroken zijn dubbel zo lang, dus 14 vakjes. Ook hier knip je vervolgens ronde hoekjes aan. De volgende strook is dubbel zo lang, dus 14 vakjes. Ook hier knip je vervolgens. In dit instructiefilmpje gebruik ik weer twee verschillende kleuren voor de duidelijkheid. Alle kleuren hebben echter dezelfde functie, dus het maakt niet uit welke kleur je gebruikt. Aangezien er verschillende merken in de handel zijn, met alle een gelijke functie, laat ik je ook zien hoeveel centimeter de stroken zijn. Dit hoeft niet exact te kloppen en misschien werkt de tape in jouw geval wel beter als de stroken net iets langer of korter zijn. De lange stroken zijn ongeveer 27 cm en de korte ongeveer 13 cm. De tape leg je aan terwijl je je knie in ongeveer 90 graden gebogen stand hebt. Voel waar je je knieschijf aan de onderzijde eindigt en overgaat in je kniepees. Je neemt de eerste korte strook. Schuur het papier in het midden door. Zorg ervoor dat je de lijmlaag niet aanraakt met je vingers. Verwijder het papier en houd dit aan het uiteinde van de tape vast. Vervolgens plak je de tape met 80% stretch op. Rek hiervoor de tape eerst volledig uit en laat deze dan iets terugkomen, zodat je 80% stretch hebt. Deze strook gaat dwars over de kniepees, precies onder je knieschijf. Verwijder dan de rest van het papier van de tape en zorg dat je op de uiteinden absoluut geen stretch hebt, zodat de tape uiteindelijk goed blijft zitten. Wrijf de tape vervolgens warm om de lijmlaag te activeren. De volgende strook is gelijk aan de vorige, dus verwijder het papier. Houd de uiteinden vast aan het papier zodat de lijmlaag niet wordt aangeraakt. Rek de tape volledig uit en laat deze weer iets terugkomen waardoor je 80% stretch hebt. Plak de strook net iets onder de vorige strook. De uiteinden zonder stretch. Wrijf ook deze strook warm. Voor de volgende strook scheur je het papier aan het begin van de strook af en je verwijdert het beginstukje. Plak het begin zonder stretch op de aanhechting van je kniepees, net onder de eerste twee stroken. Verwijder de rest van het papier, behalve het uiteinde, zodat je de tape nog kunt vasthouden zonder de lijmlaag aan te raken. Deze strook is bedoeld om de basisspanning van de buitenkant van je quadriceps te verlagen. Hiervoor geef je slechts 10% stretch. Plak de tape dus met lichte rek over de buitenkant van je bovenbeen zoals je hier in het filmpje ziet. Het uiteinde weer zonder enige stretch. De laatste strook is bedoeld om de basisspanning van de binnenkant van je quadriceps te verhogen. Schuur weer het beginnetje door en verwijder het papier. Plak het begin zonder spanning op en begin dit keer bovenaan. Verwijder de rest van het papier en haal vast bij het uiteinde. Plak de strook vast met 30 à 40% stretch door deze eerst volledig uit te rekken. Halveer vervolgens je trekkracht en verminder het daarna nog iets, waardoor je uiteindelijk 30 à 40% stretch overhoudt. Het uiteinde plak je weer zonder enige stretch vast. Wrijf de stroken weer even goed aan.